Goedemiddag, meneer Van Rossum. Vanavond, lukt het? Ja, ik zou ook goedemiddag. Ja, oké. Okay. Dank u wel. Vanavond komt Dream School op tv. Een nieuw programma op NPO 3 waarin bekende Nederlanders schoolverlaters terug de klas in brengen. Kijkt u even mee? Luister nu even naar mij. Ik vind het niet interessant om een lulverhaal van je te horen. Ongelooflijk, jullie zijn ongelooflijk. Nou, dat was een heel pittig uurtje. Ik ga even deze discussie nu stopzetten. Ik kan dus geen orde houden. Wat u nu zegt is best wel heftig. Dat geloof ik niet. Oh, volgens mij sla ik de plank helemaal mis. Het enige wat ik van jullie vraag is dat je je bek dicht houdt gedurende de tijd dat ik praat. Wauw. Ik dacht na 10 minuten, ik ga gewoon naar huis. Ik zei, joh, fuck off, ga buiten spelen, hè. Ga paddenstoelen zoeken of zo, ik heb bij een schelen. Nou, dat is wel een beetje zoals we u nu kennen, hè? Nou, ik moet zeggen, dit was een naar mijn idee gruwelijke ervaring. Ja? Ja. Ik heb zelden zo'n klote groepje meegemaakt. Wat mij enorm irriteerde, er is veel geld in die lui gestoken en een open organisatie en ze moeten dan gered worden van de maatschappelijke mislukking. En, nou, ik heb zelden groep gezien die zo weinig behoefte had om gered te worden als deze groep. En ik ben ook heel benieuwd wat daarvan terecht komt tenslotte. En daar kwam ik voor te staan als docent met als onderwerp de Europese Unie. Zo'n beetje het laatste onderwerp wat je voor deze groep, want op de dag dat ik er was, was er Lange Frans geweest, die had ze, hoe heet het, les in het zingen gegeven. Wat doet die Lange Frans ook alweer? Ja, rapper. Ja. Want wat we ons eigenlijk afvroegen was hoe u dan zelf als leerling was vroeger, aan de hand hiervan. Ik was een hele brave leerling. Ja? Ik heb mijn hele leven hartstikke goed mijn best gedaan. Ik heb altijd gedacht, ik ga liever niet naar school, maar als ik er nou toch zit, dan kan ik maar beter ook zoveel mogelijk ervan proberen op te steken. En u had ook een grote mond, net zoals misschien deze kinderen tegen de leraren? Nee, ik heb altijd met twee woorden gesproken. U was tegen het verlegene aan, of dat niet? Nou, het was zeker tot mijn 13e, 14e was ik een verlegen ventje zonder meer. Daarbij kwam dus dat ik goed kon leren. Dat wordt je door de rest van de leerlingen niet in dank afgenomen. Want elke leerling die werkelijk goed kan leren, die werpt natuurlijk een schaduw over de dommere leerlingen die niet zo goed kunnen leren. En daar wordt ook de docent in het algemeen op die manier over gesproken. Ja, en wat heeft dan die verandering in uw verlegenheid gebracht? Want u bent nu niet meer een verlegen persoon. Ik ben doodverlegen, ik laat het alleen niet merken. U laat het niet merken? Nee. Je kunt heel goed leren om het te verbergen. Oké. Okay. Je gaat er een beetje kwiek bij zitten en zo. Ja, en toen na de middelbare school bent u farmacie gaan studeren? Nou, je gaat nou alweer heel erg snel. Want we waren net toen ik 14 was en dan is er nog 4 jaar te gaan voordat de middelbare school klaar is. En kijk, de kinderen zeg maar voor het 10e, 11e levensjaar, als die oneenigheid onder elkaar hebben, slaan ze elkaar op hun bek. Het fysiek geweld speelt bij kinderen niet onbelangrijke rol. Dat is niet mijn sterke punt. U bent zelf vroeger ook best wel. Dus als je mij dadelijk een enorme klap verkoopt, dan vind ik dat bijzonder vervelend. Ik sla niet terug. Ik ga wel naar huis. Ja, u bent meer van de woorden. Maar ik ontdekte toen ik eenmaal op het gymnasium zat, dat ik vlot kon praten. En zelfs opmerkingen kon maken die heel beleefd waren, maar waardoor de leraren zich toch een beetje in de zeik gezet voelden. En daar had ik veel aardigheid in. Ja. En dat vonden de andere leerlingen ook leuk. En in de 4e klas gymnasium sla je elkaar niet meer voor de bek, maar moet het langs de verbale weg. En de verbale weg is voor mij altijd een zonnige 4-baansweg zonder maximum snelheidbeperking geweest. Ja, dat weten we wel, dat u daar zich goed in kunt vinden. Maar ik wil toch even terug naar hoe u toen begon aan uw opleiding. U begon met farmacie. Ja, dat kwam door mijn familie. Mm-hmm. Want ik wou iets van politicologie of geschiedenis. Ik had daar eigenlijk vrij vage ideeën over. Ik wist echt niet eens of ik in Utrecht of in Amsterdam moest gaan studeren. En ik had Bertha gedaan op het gymnasium. En mijn familie zei, je bent al wel krankzinnig als je zo'n ongelooflijk lullige studie als geschiedenis kiest, terwijl je Bertha hebt gedaan en dus allerlei hele nuttige studies zou kiezen, kunnen kiezen, waarmee je een hoop geld kunt verdienen.
En toen had ik mij op de hoogte gesteld van het apothekersbestaan. En toen bleek mij, je hoefde niks te doen als apotheker. Want die meisjes die deden het werk. Die waren ook verantwoordelijk als er verkeerde recepten werden verstrekt. En toen dacht ik, dan ga ik achter in de zaak zitten lezen. Dat leek me wel wat. Ja, maar u wilde toch heel graag geschiedenis studeren? Nou, nee, daar kwam ik pas achter toen ik begon te begrijpen hoe onbeschrijfelijk vervelend de farmaciestudie was. Mm-hmm. En dat kwam vooral omdat je 4 middagen in de week van 1 tot 5 op practicum stond. Waarbij je echt 4 uur lang de meest lullige dingen moest doen. Ik ben niet handig. Ja, dus iedereen die kon met zijn piepen treren en ik weet dan maar niet wat hoe dat heet, ik ben het ook weer vergeten. En toen heb ik in het diepste geheim, in het allerdiepste geheim, heb ik mijn witte jas verkocht. Vond het toch al vrij eigenaardig dat je een witte jas aan moest, maar goed. U bent meer van het zwart of niet? Ja, maar die hadden ze niet. En mijn microscoop verkocht en de hele zante kraam. Toen heb ik tegen mijn familie gezegd, ik heb alle schepen achter mij verbrand. Het wordt geschiedenis. Ja, maar dat werd u niet in dank afgenomen door uw familie? Nee, ze hebben mij nog jarenlang krantenberichten gestuurd. Historicus studeert voor werklozen en dat soort van mededelingen. En toen ik afstudeerde had ik geloof ik aan 27 verschillende scholen zonder enige moeite een voltijdsbetrekking kunnen krijgen. Dat heb ik nou niet gedaan, want ik ben er bij de universiteit gaan werken, maar toen was er dus plotseling een enorme vraag naar geschiedenisleraar. Ja, maar als u nu opnieuw zou kunnen kiezen, zou u dan nog steeds geschiedenis studeren of dat niet? Dat weet ik niet. Zeker ook geen politicologie. Ik heb geen idee. Nee. Misschien zou ik toch een beta-vak doen, maar meer vanwege het onderzoek en het feit dat onderzoek stapelt in de beta-vakken. Ik had alles gedacht, zal ik astronomie gaan studeren, maar daar was mijn wiskunde niet goed genoeg voor. Ik was in de wiskunde een zeventjes klant. Ik kon het, maar ik moest er wel even over nadenken. Ja. Terwijl als je goed in wiskunde bent, hoef je er helemaal niet over na te denken. Dan maakt het een volkomen vanzelfsprekende indruk. Mm-hmm. En toen u uiteindelijk geschiedenis studeerde, die opleiding beviel, was naar uw verwachtingen? Nee, het was een ontzettende klote opleiding. Waarom? Nou ja, het stelde eigenlijk bar weinig voor, daar kwam het op neer. Je ging naar hoorcollege, werkgroepen had je nog niet. Niemand vertelde je wat je moest doen. Dat moest je van ouderejaars horen. Dat was in feite een chaotische, volkomen verkalkte en beschimmelde opleiding. Er werden ook allerlei handboeken gebruikt die in alle landen ter wereld al 50 jaar verouderd waren, maar bij ons gewoon gebruikt werden. Nee, het was een waardeloze opleiding. Maar uiteindelijk bent u toch historicus geworden. Dus kon dat dan door de opleiding of door uw werk? Nou, maar dat was een fluitje van een cent. Want die opleiding, ik vond dat de geschiedenisopleiding weinig voorstelde. Ik vind dat nog steeds. Wie geschiedenis gaat studeren, die heeft daar pas werkelijk iets aan als die zelf omvangrijk investeert in zijn eigen studie. Dus wat meer leest dan je moet lezen, werkelijk oplet wat de helft eigenlijk niet doet, nooit uittreksels gebruikt wat 3/4 wel doet, al die dingen waarmee studenten in feite op ongelooflijk lullige en typische adolescenten wijze de kantjes eraf lopen. Als u van plan bent om de kantjes eraf te gaan lopen, kan ik u geschiedenis warm aanbevelen, want dan hoeft u eigenlijk nauwelijks iets te doen. En voordat je pap gezegd hebt, ben je dokter anders geworden. Maar je hebt er geen zak aan. Je hebt niks aan al die het lezen van die uittreksels. Ja, maar inmiddels, ik weet niet, in hoeverre heeft die studie u dan toch gebracht waar u nu bent? Nou, omdat ik dus geen uittreksels gebruikte, maar ze zelf maakte. Ik heb studenten ook wel eens uitgelegd hoe je goed moet studeren. Nou, dan kijken ze ook aan van, wat een zakkenwasser. Hè? Jezus, zelf uittreksels maken, kom nou gauw. Hebben we wat beters te doen dan zelf uittreksels te maken. Dat is toch, ook we hadden bijvoorbeeld in de bibliotheek hadden we een kast met allemaal hele dunne boekjes. Die waren altijd allemaal uitgeleend. Hè? Want hoe dunner het boek, ja, dat. En ze waren ook geneigd om als het een heel dik boek was te vragen of het misschien voor 2 nummers kon tellen op de lijst. Dat, ja, dat klinkt allemaal heel negatief, maar ik heb wat dat betreft een weinig hoge pet op van de inzet van de helft van de studenten ongeveer. Heel veel mensen gaan geschiedenis studeren zonder
daar uitgesproken voor gemotiveerd te zijn. En de geschiedenisstudie, wil je dat goed doen, wil je daar werkelijk iets aan hebben, dan moet je goed gemotiveerd zijn. Je moet van lezen houden, je moet een zekere intellectuele belangstelling hebben, hartstocht is een groot woord, maar je moet dat leuk en interessant vinden. Als je voortdurend zit denken, jezus, wat een dik boek. Hè? Weet je wat, ik ga gewoon naar Kou van Holland kijken, dan vergeet ik het weer even. Nee, dan moet je dat, die studie dus niet aanpakken. En er zijn veel mensen die zonder duidelijke motivatie of toekomstverwachting geschiedenis gaan studeren. Ja. Daar zouden ze beter over na moeten denken. Oké. Okay. We gaan even een sprongetje maken. Want in de tussentijd is er een hoop gebeurd. U bent veel in de media geweest. Als deskundige, als Amerika-deskundige bijvoorbeeld. Ik denk, ik schat zo in dat de meeste studenten hier u vooral zullen kennen van De Slimste Mens. In eerste instantie. Hebt u daar bewust voor gekozen om in die context te gaan zitten? Want nooit. U bent... Nee? Nooit. Dat is me gewoon overkomen. Hoe is dat gegaan? Ja, ik werd een goede dag gebeld door een NCRV-middagprogramma. Een van de zusterprogramma's die in Nederland bestonden. En die vroeger, dat speelt zich af, ik weet het precies nog, natuurlijk in een verkiezingsjaar in Amerika. Ik had wel net dat jaar een boek, een algemeen, ik was gepromoveerd en toen dacht ik, je moet niet in een zwart gat vallen. Dus weet je wat, ik schrijf een boek over, een algemeen populair boek over Amerika. Dus dat heb ik gedaan en dat heeft kennelijk dat effect gehad op de media. Omdat dat in Nederland al heel lang helemaal niet meer gedaan was. Schulte Nortel had dat wel eens gedaan, maar dat was allemaal al 20, 30 jaar. Ja, zie, dat zegt u niks. Opa vertelt. En tja, ik werd gebeld of ik aan die uitzending deel wilde nemen, want het ging toen, het bespreekt zich af in het najaar van 1984, over het debat tussen de vice-presidentiële kandidaten toen, en dat was de oude Bush tegen Geraldine Ferraro, de eerste vrouwelijke vice-presidentiële kandidaat. En daar ging eigenlijk dat programma, daar moest ik commentaar op geven. En dat was al heel interessant om te zien hoe de media werkte. Want er verscheen bij mij thuis een enorm aardige jonge man met een enorme bloknoot. Die had ook geschiedenis gestudeerd en we hebben daar een alleraardigst gesprek gehad over vicepresidenten en over de campagne en over de hele Sante Kraam. Ik denk, dit is een wonderbare zaak. Dit steekt echt diep. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. En toen kwam ik in die uitzending en daar zat de presentatrice die duidelijk zelfs die man nooit gezien had, die met mij gesproken had en nou ja, de ene na de andere stupide vraag stelde. En dat is eigenlijk heel typisch zoals de tv werkt. Hè? Dus je krijgt eerst een redacteur aan de lijn die je de kleren van het lijf vraagt en dan vervolgens zit je in het programma en gooi je jezelf voor met koffie. En vervolgens zit je in het programma en het loopt totaal anders. Het besprokene wordt niet gedaan. Neem Matthijs van Nieuwkerk, die eigenlijk ja, je ziet hem al denken van nou, hij heeft nu al 6 woorden gezegd, wanneer kan ik hem in de reden vallen? Hè? En als Van Nieuwkerk je niet in de reden valt, dan valt dat die jongen met dat ingeplanteerde haar, die valt je in de reden. Dus ja, ik heb daar zelden een item afgemaakt, zelden. Maar komt u dan wel tot uw recht als deskundige in zo'n programma? Nee, daar kom je niet tot je recht, nee. Maar je komt als deskundige zelden tot je recht. Maar dat moet je incalculeren. Als u tot uw recht wil komen, dan moet je bij de VPR radio geïnterviewd worden. Nou, een goede kans dat je 2 uur door kunt lullen. Ik kan zelfs reclame maken voor de Belgische radio. Ik kreeg mijn vrouw voor de Belgische radio op bezoek. Die wou iets weten over de Koude Oorlog. En nou ja, ze legde zo'n recordingapparaatje neer. We hebben 3 uur gepraat over de Koude Oorlog. En na een uur zei ik aan mijn vrouw, dit heb ik nog nooit meegemaakt, dat iemand zo lang met mij serieus praat over de Koude Oorlog. En toen zei ze, nou, meneer Van Rossum, daar luistert geen mensen naar het programma. Dus, ja. Maar waarom, kunnen het echt serieus houden. Waarom treedt u dan eigenlijk nog steeds op in die programma's als deskundige? Nou, omdat ik het wel leuk vind om dat te doen en de beperkingen er wel van inzie. En altijd hoop dat ik toch op enige wijze iets verstandigs kan zeggen. En soms kan dat en soms kan dat niet. De mensen iets bij kan brengen? Ja, dat hoop je ook. En vergeet niet, televisie is ook een verdienmodel. In die wonderlijke zin dat als je je boeken goed wil verkopen, dat je dan op de televisie moet komen.
Als je gewoon wetenschappelijk medewerker bent of wat dan ook maar bij de universiteit en niemand heeft van je gehoord, dan worden je boeken ook niet verkocht. Dat wil zeggen, dan schrijf je wetenschappelijk artikelen en publiceer je af en toe een in steenkolen Engels gesteld zwaar gesubsidieerd boekje. Maar dat is mijn eerste behoefte eigenlijk niet. Maar dat u vaak in de media komt, dat heeft uw imago als deskundige wel veranderd. Als een deskundige die veel in de media komt. Er is bijvoorbeeld ook een collega van u geweest die heeft een keer gezegd, ah, daar hebben we de mediaprofessor. Ja. Heeft u het gevoel dat u nog altijd wel serieus wordt genomen als deskundige? Nou, eigenlijk interesseert me dat niet zo verschrikkelijk veel. Ik denk dat de media maken sowieso, wat je ook doet, maken die een karikatuur van je. En daar moet je mee zien te leven gewoon. Als je er niet wil, dan hou je er mee op. Het is vrijwillig. Het is niet zo dat je door met Kalashnikov bewapende lui van huis wordt gehaald. Om gedwongen te worden om bij Matthijs van Nieuwkerk in de reden gevallen te worden. Nee, zo is het. Zo is het niet, nee. Ik vind het wel leuk, het is een hele andere wereld. Kijk, zo'n universitair instituut is ook een beetje een beschimmeld en bestoft dorpje. Hè? En veel mensen gaan daar naar leven, naar zo'n dorpsgemeenschap. En dan is het wel fijn om in een totaal andere wereld terecht te komen. Ook een dorpsgemeenschap, maar een totaal ander dorp. Een aanpalend dorp. Waar je denkt, goh, wat lollig. Want, ik heb ook culturele reizen gedaan. Ik heb van alles en nog wat gedaan. Allemaal hartstikke leuk. Kan het u dan ook echt helemaal niet schelen wat mensen van u zeggen? Helemaal omdat u wel eens wordt beschreven als een brombeer of als een negatief persoon? Ja, dat gezeur over de moppenkont en zo. Nou ja, dat zijn mijn moeder ook, dus dat, misschien is het wel waar. Het zal wel waar zijn. Ik ben helemaal geen mopperkont. Ik geef in het algemeen volkomen terechte kritiek op de gruwelijke misstanden waarin wij gedwongen worden te leven. Maar u dikt uw gemopper niet aan, bijvoorbeeld in De Slimste Mens. Omdat u dan op tv bent en het toch een beetje aantrekken. Nee, maar ze weten natuurlijk van tevoren het soort van dingen die je aan mij kunt vragen, waar je zeker weet dat ik er niks aan vind. Kamperen. He? Als je mij vraagt, zou je graag gaan kamperen? Nee, ik heb 2 keer in mijn leven gekampeerd. En dat zijn absolute scherpe in mijn geheugen gebeitelde dieptepunten in mijn leven geweest. En hetzelfde geldt voor wat vroegen ze laatst dan weer iets over barbecue. Dat vind ik een van de domste dingen die mensen kunnen doen. He? Ja, want alles wat gehyped wordt is niet echt uw ding. Nee, dat is ook iets vrij kort uitdrukken, ja. En wij leven in een door hypes geobsedeerde samenleving. En vaak is het volkomen belachelijk. En als ik er dan iets negatiefs aan zeg, ben ik een mopperpot. In plaats van dat, niet waar men toegeeft, dat voor de geestelijke gezondheid van onze samenleving ik een zegen ben. Maar om het over hypes te hebben. U hebt uiteindelijk ook uw eigen glossy uitgegeven, Maarten. Ja, maar als u dat blad zou lezen, dan zou u zien dat het een weinig hyperig blad is. Dat het een hele serieuze inhoud heeft. Maar om er toch mee te beginnen, het is toch wel dat u dan begint aan een imperium om u heen te bouwen. Nee hoor, dat was een grap. Ja? Ja. Vertel. Een grap. Ja, het was wel een goedlopende grap, want het gaat nog steeds goed met het blad. Omdat het een goedlopende grap was, bestaat het nog steeds, ja. Maar het historisch nieuwsblad, waarvan ik columnist was, had elke zomer een gastredacteur voor het zomernummer. Dat was in juli en augustus worden dan samengevoegd. En toen had de hoofdredacteur van het historisch nieuwsblad bedacht, dat is leuk. We doen net zoiets als de Linda, maar daar zetten we jou voor op. En eerst zei ik, nou, is dat nou wel verstandig en zo. En ik raadpleegde mijn echtgenoot. Die zei, nou ja, voor 1 keertje kan ik het wat doen. Dat maakt niet zoveel uit. En zodoende hebben we dat gedaan. En toen werden er dus, ik geloof, 47.000 exemplaren verkocht. Dus toen zei de uitgever, nou, die krijgt natuurlijk eurotekens in zijn ogen. En zodoende bestaat het nog. Maar het is een door en door serieus blad. Kunt u eigenlijk uw eigen populariteit verklaren? Nee. Nee. Nee, ook mijn familie zegt vaak, hoe is het godsmogelijk dat iemand zoals jij, zo'n ontzettende kneus, dat een bekende Nederlander is geworden. Maar jij hebt wel andere bekende Nederlanders die nog een stuk gekker zijn dan ik. U bent gewoon zichzelf. Nou, ik heb niet het gevoel dat ik in de loop der jaren grondig veranderd ben. Nee, dat heb ik absoluut niet. Nou, qua uiterlijk ben ik vrij grondig veranderd, maar ik ben ongeveer 2 keer zo dik geworden. Maar voor de rest, zou ik zeggen, valt het wel mee.
Televisiejournalist Max Westerman, die zei over u dat u die aantrekkingskracht heeft, doordat u over elk onderwerp wel een leuk verhaal te vertellen hebt. Dat klopt. Hoe komt dat? Waar heeft u die kennis vandaan? Ja, die krijg je door te lezen, niet door naar Ik hou van Holland te kijken. Dat kan ik u verzekeren. Daar kun je leren lachen eventueel, als je daar behoefte aan hebt. Maar meer dan dat steek je er niet van op. En als je je hele leven leest, ik ben een vrij fervente krantenlezer, een nieuwsvolger. En ik lees daarnaast ook allerlei andere zaken. En je houdt dat een hele tijd vol, zoals ik. Want ja, daar ben ik mee begonnen op het gymnasium. Ik denk, ik las op de lagere school trouwens al veel. Dat word je ook niet in dank afgenomen, zelfs door je ouders niet. En je ouders denken, oh god, we hebben een kneusje voortgebracht. Mijn moeder die riep nog wel eens, ga toch buiten spelen zoals andere kinderen. In plaats dat ze dolblij zijn dat ze een kind hebben wat een boek kan lezen. Niet waar had ze liever gezien dat ik buiten ging spelen en dat ik altijd van die kapotgevallen knieën kreeg. Waar ik altijd een enorme hekel aan heb gehad, eerlijk gezegd. Het hele buitenspelen vond ik eigenlijk geen bal aan. Ja, wie gaat er nou verstoppertje spelen, hè? Ja. Dus u leest heel veel kranten en u houdt goed het nieuws bij? Ja, als je nou maar je hele leven leest, maar dan hebben de meeste mensen helemaal geen zin in om een hele leven te lezen, want de meeste mensen zijn helemaal geen lezers, dat weet iedereen. Je moet ook nooit mensen op hun verjaardag een boek cadeau doen, want ik vraag altijd het jaar daarna, heb je het gelezen? Nou, het ligt op een stapeltje en ik ga het nu meenemen met vakantie, maar geef ze een fles drank, die is binnen een week op. Ja, maar als u zo goed het nieuws bijhoudt, dan zou het beroep van journalist niks voor u zijn? Nou, Ik heb natuurlijk een aanzienlijk deel van mijn leven geopereerd in een soort van tussengebied tussen zeg maar de universiteit aan de ene kant en de serieuze journalistiek aan de andere kant. Want in de journalistiek, ja, u zegt de journalistiek, maar ja, dat varieert een beetje van laten we zeggen, een quarterly als Foreign Affairs tot de Telegraaf. Hè? Ja, misschien dat sommigen van u de ambitie hebben om bij die krant te gaan werken, moet u het vlug doen, want het wordt natuurlijk wel steeds minder en minder. Gelukkig maar ook. Ja, mijn grootste ambitie is om te sterven als de laatste Telegraaf-abonnee zijn abonnement heeft opgezegd. Het gaat hard hoor, 40.000 per jaar verliezen ze. Dus ik heb geloof ik moet nog 10 jaar zien te leven. En dan komt dat grote moment. Dan hoop ik ook door Matthijs van Nieuwkerk uitgenodigd te worden. En die valt me dan na 6 woorden in de reden. Omdat hij iets anders bedacht heeft. U bent nu 72 als ik me niet vergis. 73 ja. U bent nog steeds erg actief met van alles. Heeft u eigenlijk nog ambities? Nee. Nee, ik heb eigenlijk geen specifieke ambitie, maar die heb ik nooit gehad. Dus het is niet zo dat ik als 18-jarige verteerd werd door de ambitie om te worden wat ik tenslotte geworden ben. Want ik had geen flauw idee hoe dat zou lopen. Ja, je leven hangt van toevalligheden aan elkaar. Je ontmoet toevallig een meisje waarvan je denkt, nou dat gaat wel en trouw je dan mee. En dat is allemaal, je had ook met 30 anderen waarschijnlijk een heel relatief tevreden en gelukkig leven kunnen leiden. En dat geldt zelfs in zekere, het was ook een betrekkelijke toevalligheid dat ik bij de universiteit medewerker kon worden. Er vertrok iemand, kon goed opschieten met de hoogleraar. Ja, als dat niet zo is, dan word je leraar in Winschoten. Ook fijn. Ik heb het altijd leuk gevonden om tegen mensen te praten. Dus ja, ja. Toen ik eraan gewend was geraakt, dan moet ik er wel direct bij zeggen. Moet het even leren, dat is eigenlijk het hele eiereneten. Is dat in elk geval uw geheim voor het succes? Iedere keer kijken wat er op je afkomt en doen wat je leuk vindt? Ja, je struikelt, zoals ik wel eens gezegd heb, je struikelt eigenlijk onvermoed met je rug de toekomst in. Hè? Ruggelings de toekomst in, dat is het eigenlijk. Ja. En je bent ook nog afhankelijk van het wereldgebeuren. Hè? Het heeft geen haar gescheeld of ik was in de Tweede Wereldoorlog al kastje weiler geweest. Ja, waarom? Omdat mijn ouders in Wageningen woonden. Wageningen lag aan de uiterste westgrens van de landingszone voor de brug te ver operatie. Market Garden geheten. En daar stond een eenheid van Duitse panzervoertuigen op de Wageningse berg. En die moest gebombardeerd worden door een Engelse eskader. Maar de Engelsen hadden altijd enorme moeite om dat te raken wat ze graag wilden raken. En dat is ook die dag niet gelukt. Maar mij hebben ze bijna wel geraakt. Niet dat ze dat van plan waren, maar
En ze hebben de Villa-wijk, die laten we zeggen achter die eenheid lag, die hebben ze vrij effectief gebombardeerd. Waarbij 27 doden zijn gevallen. En de tweede keer werd ik heel beroerd van de bloembollen. En toen is mijn moeder met mij naar de huisarts gegaan. En juist zei ik, geef u een pilletje. En als het niet helpt, gaat hij dood. En u ziet, het was een fantastisch pilletje. Ja, want u heeft ooit gezegd dat u na het lezen van Moby Dick dacht, ik ga een roman schrijven. Ja. Gaat er nog van komen? Nee. Waarom niet? Nou kijk, heeft u Moby Dick gelezen of niet? Nee, sorry. Oh, wie heeft Moby Dick gelezen? Eén persoon? Eén persoon heeft Moby Dick gelezen. Oké. Okay. Achterin nog één, daar één. Dat het niet te lezen was. Het leest als een scheet. Het is dik, dat is alles. Het is hartstikke dik. Er zitten heel veel tankconstructies in. Tankconstructies, die zijn mij niet opgevallen. Of ik heb me eraan om weten te onttrekken. Het begint enorm geestig met een preek die al op zichzelf al een wonder van geestigheid is. En nou ja, ik ga niet verklappen hoe het afloopt. En dan ook zelfs dat is enorm geestig. Maar het wonder van Moby Dick is dat het een roman is. En dat er allerlei essay-achtige stukken tussen zitten over die walvissen. Want het gaat over een jacht op walvissen. Dan is je leert hartstikke wel over walvissen. Ik zou u best een uurtje over zullen we dat doen, walvissen. Of zegt u nou, het uurtje is wel erg lang. Liever niet. Nee, daar was ik al bang voor. Walvissen zijn enorm groot, dus daar moet je wel even tijd voor nemen. En toen dacht ik, god, zou ik niet een roman kunnen zetten waar je voortdurend een leuk essaytje ertussendoor schrijft. He? Je schrijft een roman en dan zeg je van, de hoofdfiguur die spoedig vermoord zal worden, stapt in zijn Renault 4. En dat je dan gewoon nog 10 bladzijden doet over de Renault 4. Dat leek mij leuk. Maar dat ga ik niet doen. Nee. Waarom niet? Nou, een roman schrijven, dat is echt met de billen bloot gaan. Die roman wordt uiteindelijk, dat is een van de meest persoonlijke dingen die je kunt doen eigenlijk. En, dus dat ga ik zeker niet doen. Vindt u dat eng om persoonlijk met de billen bloot te gaan? Nou, er zijn heel veel dingen waar ik denk, daar hebben mensen geen bal mee te maken. Ik zou mij allerlei vragen kunnen stellen. Waarbij ik zeg van, nou ja, je zoekt het maar uit. Maar dat ga ik je niet vertellen. Nou, dan is dit waarschijnlijk een goed moment om ook geen vragen meer te stellen. Maar ik denk dat de zaal nog wel een paar vragen heeft misschien. Ik zou zeggen, loop met de microfoon. Die staat hier. En ga je gang. Daar hebben we al een vraag. Goedemiddag, meneer Van Rossen. Hij staat niet aan. Hij moet nog wel even aan worden gezet. Pardon. Hij staat aan. Ja. Oh, heel dichtbij. Ja, ja. Als Amerika-deskundige die u bent, ben ik benieuwd naar uw visie op de vergelijking die veel Amerikaanse media maken tussen Ronald Reagan in de jaren 80, die uiteindelijk 2 keer tot president werd verkozen, en Donald Trump nu in 2016. Die worden vaak met elkaar vergeleken, omdat zij ten eerste relatieve buitenstaanders staan in de Amerikaanse politiek. Maar wat is uw visie daarop? In hoeverre zijn die twee met elkaar te vergelijken? Helemaal niet. Precies. En dat is heel vrij simpel. Kijk, Reagan was een bijzonder conservatieve politicus. En hij heeft ook in allerlei opzichten zijn stempel gezet op latere politieke ontwikkelingen. Al was hij meer de spokesperson van een brede beweging dan dat hij dat zelf bedacht of geïnitieerd heeft. Daar moet je wel een beetje mee opletten. Die conservatieve revolutie begint eigenlijk al in de jaren 70. En daar wordt hij pas gekozen in 80 en begint pas in 81. Maar het fundamentele verschil natuurlijk tussen Reagan en Trump is dat Reagan in principe weliswaar conservatief ideeën had, maar een hele fatsoenlijke man was. En in het geval van Trump hebben we te maken met een oplichter, een fabulant, een aanrander, een leugenaar, een nou ja, wat je maar wil verzinnen. Het is een vulgaire schoft van de ergst denkbare soort. En ja, die hebben zij gekozen. Overigens, de meerderheid heeft Hillary gekozen, maar als gevolg van een totaal krankzinnig electoraal systeem zit nu Trump in het Witte Huis. Dus nee, de overeenkomsten zijn minimaal. U vindt Reagan achteraf gezien wel een geschikt kandidaat voor de presidentschap?
Zelfs als buitenstaander. Ja, u zei dat het buitenstaanders was, maar dat was Reagan helemaal niet. Reagan is 8 jaar gouverneur van de grootste, volkrijkste staat van... de grootste is Alaska natuurlijk, maar de volkrijkste staat van de Verenigde Staten geweest. En heeft hij dat aardig gedaan, nou ja, op typisch Reaganeske wijze. Hij voerde gewoon de tweede keer campagne tegen zichzelf. Dat kon hij makkelijk doen, omdat zijn geheugenfunctie vrij beperkt functioneerde. Dank u wel. En Trump heeft helemaal geen geheugenfunctie. Dat is duidelijk. Zijn er verder nog vragen? En dan zou ik verzoeken om de vragen die jullie willen stellen over Maarten, zijn deskundigheid over politiek, om die straks te stellen na het interview dat Wesley en Nicky hebben gedaan. En als er nog persoonlijke vragen zijn over Maarten als persoon of als mediapersoon, dat het dan nu een beter moment is ervoor. Dus ik zou zeggen, brand los, en anders dan gaan we naar Nicky en Wesley. Even nog de ruimte. Pak je kans, zou ik zeggen. Ja, lekker assertief groepje. Kijk. Goedendag. Ja. Ik had een vraagje. Een van de dingen die ontzettend aan u opvalt, is uw lage stem. Ja. Doet u daar iets voor? Rookt u bijvoorbeeld? Of... Ik doe elke dag gymnastische oefeningen. Om mijn stem zo laag mogelijk te krijgen. En ik zing natuurlijk veel. Vooral in de auto. Als ik er alleen in zit. Wat zingt u dan zoal? Ik zing eigenlijk woordloze liederen. Die zo verschrikkelijk zijn dat er zelfs geen ongedierte in mijn auto huist. Nee, ik heb er nooit iets voor. Ik heb heel lang gerookt. Ik weet niet of dat de reden is. Maar ik moet zeggen, mijn vader had precies dezelfde stem. En als u mijn broer ooit gehoord heeft, die heeft ook precies dezelfde stem. Dus het is meer een genetisch product dan iets wat expres aangeleerd is. Oké, ja, dank u wel. Dichtbij. Sommigen zeggen, het is gewoon een rolletje dat die Maarten van Rolsum speelt. Niemand kan zo brommig doen. Wat denkt u daarover als mensen dat zo stellen? Nou, daar zit natuurlijk wel iets in. En dat komt omdat het hele leven een soort rollenspel is. Hè? En ieder speelt in zijn leven heel verschillende rollen. Eerst ben je een kind en dan kun je niet veel anders dan een kinderrol spelen. Maar ik ben ook echtgenoot en ik ben opa. En als opa bijvoorbeeld doe ik eigenlijk heel weinig aan voorlichting over Ronald Reagan. Dan doe je allerlei andere dingen. Dan heb ik wat kritiek op dat stomme Lego waar ze altijd mee bezig zijn. Helemaal ontzettend klote speelgoed is dat. Maar... dus tot op zekere hoogte speel ik een rol. Maar dat is een onderdeel van mijn persoonlijkheid. Maar een persoonlijkheid is een complex gebied van allerlei verschillende facetten. En het facet wat ik voor de media gebruik, dat is zo'n beetje wat u kent. Hè? Maar ja, om nou te laten zien wat een ongelooflijke opgewekte, empathische opa ik ben. Hè? Dat vind ik niet zo nodig in al publiek. Nee, maar u kunt thuis ook wel eens monotoon zijn bijvoorbeeld. Het is niet dat u dat nou aandikt. Dat is een van de fijne dingen dat je in het openbaar kunt spreken. Omdat je in thuis eigenlijk nog sneller in de reden wordt gevallen dan bij De Wereld Draait Door. Dat is knap. Ja, mijn kinderen hadden altijd... ik mocht nooit meekijken naar films waar de rest van de familie naar keek. Omdat ik er enorm veel aardigheid in had om te voorspellen hoe die film af zou lopen. En daar hebben ze de pest aan. En al die dingen die in films niet kloppen, dat kan mij ook grenzeloos irriteren. Hè? Een film die in Wenen speelt en dan denk je van het is opgenomen in Praag. Dat vind ik lullig. Hè? Dat vind ik lullig. Amadeus is dat. Ja, dankjewel. Hallo. Wat is na Moby Dick uw favoriete boek? Oh, dat is een bekende, typisch journalistieke vraag. Welke 5 boeken zou je meenemen naar een onbewoond eiland? Ik zou denk ik een computertje meenemen met een goede wifi-verbinding... die ik hoop in die palmboom zit die je altijd ziet op dat onbewoonde eiland. Maar...
laat ik het een roman noemen waarvan ik, waar ik geen enkel vertrouwen in had. Ik dacht, typisch Latijns-Amerikaans gedul, 100 jaar eenzaamheid. Dat is een schitterend boek. Laat ik u allemaal zo dik mogelijke boeken aanraden, want dan blijft u, bent u jaren onder de pannen. Die Blechtrommel van Günter Grass, ook een magnifiek boek. 7 delen Proust, kan ik u ook warm aanbevelen. En boeken voor journalistiek? Boeken, oh, dan moet u lezen The Boys on the Bus. Dat gaat over de campagne van 72. Timothy Crouse is dat. En dan moet u lezen Hunter Thompson. Fear and Loathing on the Campaign Trail. En als u echt een geweldig boek wil lezen, dan moet u dat lezen. En misschien toch ook The Making of the President 1960. Dat, dat is natuurlijk over de Amerikaanse president. De presidentsverkiezing is een zee van journalistieke literatuur. Die in het algemeen van relatief hoog niveau is. Okay, dus dat zou ik doen. Dankjewel. Ja, Nederlandse journalistieke boeken, dat vind ik lastig om te zeggen. En kijk, in Nederland is zo'n ongelooflijk melig land. Dat je haast zou wensen dat Geert gaat winnen en er een puinhoop van maakt. Maar leest u wel eens Rob Wijnberg of Joris Luijendijk? Of? Nee, ik heb die twee boeken van Luijendijk niet gelezen. Omdat ik dacht dat waar het over gaat, dat ik dat al wel wist. Ja. En ik ben wel al geabonneerd op de Correspondent. Maar ja, ik durf het u nauwelijks te zeggen, maar ik vind Blendel eigenlijk effectiever dan een Correspondent. Ik vind een Correspondent wel een beetje een secte. Een beetje. Waarom? Ja, het gaat me net iets te veel over de groene wereld en gezond eten. En allemaal dat je denkt, van ik wil ook wel eens een beetje zondigen. Hè. Maar ik vind wel dat je er lid van moet zijn. Want het streven van de Correspondent, namelijk om niet mee te doen aan het reguliere kluitjesvoetbal van de media, dat vind ik zeer lovenswaardig. Oké, heel erg bedankt. Tot de laatste twee vragen van deze sessie. Ben ik blij dat ik een van de nuttigste vragen stel. Uw zwarte kleding, dat is al sprekend bij u. Nou vraag ik me af, bent u wel eens benaderd voor een robijntje doet de was bij reclame? Nee, nooit. Ik heb wel eens na een lezing een enorme fles met wasmiddel voor zwarte kleding cadeau gekregen. Van wie heeft u die cadeau gekregen? Ik geloof VVD-jongeren. Ik heb me goed herinneren. Nee. Ik ben wel eens geïnterviewd over mijn kleding voor een boek over mode. Dat vond ik al vrij opmerkelijk. Want er steekt achter die zwarte kleding, er steekt niks achter. Ik denk een jaar of 25, 30 geleden kocht mijn vrouw, ik geloof, een zwarte Hema-trui. En ik zei, die zat zo lekker dat ik zei, koop nog maar 20 van die dingen. En sinds die tijd draag ik zwart en ik ben tegen spijkerbroeken. Dat vind ik een uniform. Ik heb altijd een enorme weerzin tegen spijkerbroeken gehad. Ja, dat kunt u zich aantrekken. Ja. Dank u. Nep spijkerbroek. Oh, nep spijkerbroek. Ja. Oké, dan is het goed. Ja, dank u wel, jongen. Ja, ik wil graag aan u vragen, waar komt uw interesse voor Amerika vandaan? Want ja, dat is Amerika de hoogste vraag waar wij u van kennen. En de vraag waar dat vandaan komt. Ja, dat is ook een betrekkelijke toevalligheid. Ja, dat is een reeks van toevalligheden eigenlijk. Ik denk in mijn tweede jaar als student een boekje gekocht. Dat is dat Making of the President 1960 van Theodore White. Dat vond ik een... Ik zie nu alle tekortkomingen van dat boek. En het is eigenlijk hagiografisch ten aanzien van die afschuwelijke John Kennedy. In allerlei opzichten ook een proleet van de ergst denkbare soort. Ja, hij kwam alleen uit een iets nettere familie dan Trump, maar qua proletigheid maakte het niet zo verschrikkelijk veel uit. Ja. Maar goed, ik wist dat toen nog niet allemaal. Dat speelde een rol. Toen ben ik meer gaan lezen over Amerikaanse presidentsverkiezingen. Nou, 64, daar was niet veel aan, maar 68 was een van de meest opwindende jaren ever op dit terrein. Je had toen natuurlijk de Vietnamese oorlog, dus je raakte toch onvermijdelijk geïnteresseerd ook in de Amerikaanse buitenlandse politiek. Hoe was het mogelijk dat ze zoiets idioots deden over zo'n lange periode, waarvan elk verstandig mens kon zien dat het slecht af zou lopen. Klopt, ja. Het is ook slecht afgelopen natuurlijk, maar ze hebben een zekere neiging om dat soort van domme dingen te doen. En wat natuurlijk een rol speelde, het was dat mijn doctoraalscriptie ging over een begin van de Koude Oorlog. Maar gek genoeg had ik eerst twee andere onderwerpen voorgesteld. En die zijn allebei door de betreffende hoogleraar afgeschoten. En dat waren? Eerst had ik een ontzettend leuk idee, namelijk zijn er ook dingen die de Duitsers goed hebben gedaan tijdens de bezetting. En ik
Ik stelde dat voor aan een wetenschappelijk medewerker. Die trok bleek weg. En die zei, dat ga ik in ieder geval niet begeleiden. En ik kan het je afraden, want je wordt een paria in een historische kring. Nou ja, wie wil er een paria worden op zijn 25ste? Ja, later kan je dat je rustig permitteren, maar niet op je 25ste. En toen had ik een enorm leuk idee om een scriptje te schrijven over de invoering van de inkomstenbelasting. En de maatschappelijke discussie daarover. Is dat gerechtvaardigd, ja of nee? En hoe moet je dat dan doen? Nou, dat is een onderwerpen in andere landen is dat vrij uitgebreid historisch bekeken. Toen zei de hoogleraar waarbij die ik dat voorstelde, zei, daar is al een artikel over. Dat is ook typisch Nederlands. Hè, als er al iets over is, dus je wil een stukje over Napoleon schrijven, dan zeggen ze in Nederland, er is al iets over Napoleon. Hè. Dus theater, waardoor natuurlijk de discussie ook niet. En zodoende ben ik eigenlijk na twee mislukkingen terechtgekomen bij het begin van de Koude Oorlog. En nou ja, toen heb ik die scriptie geschreven. Overigens verreweg het nuttigste wat ik in mijn studietijd gedaan heb. Daar leer je nou echt iets van. En dat werd ook enorm dik tenslotte. En zodoende ben ik ook weer wetenschappelijk medewerker geworden. Okay. Ja. Deels ook natuurlijk omdat de rest van de studenten zo lui was. En zulke slechte cijfers haalde dat ik er met kop en schouders bovenuit stak. Ik ga toch een Matthijs van Nieuwkerk. In het land der blinden is één nog koning, zoals u weet. Dankjewel, dank voor de vraag. Ik wil eerst even een heel hartverwarmend applaus voor onze twee interviewers, Matthijs en Sammy. En jullie kunnen plaatsmaken voor de volgende. Ik wil nog wel een koffie. Ja, komt eraan. Het volgende interview gaat over de Nederlandse politiek en dat wordt verzorgd door Nicky Westendorp en Wesley Weerts. Dus ik geef het woord aan jullie. Dankjewel. Nogmaals welkom. Ik heb hier in mijn handen de nieuwste glossy Maarten. Die gaat volledig over de Tweede Kamerverkiezingen. Dat had u ook aan uw lezers beloofd. Het ging niet meer over Amerika. Er zou geen woord Trump in staan. En nou willen dat wij als eerstejaars het ook gaan hebben over de Tweede Kamerverkiezingen, het volgende blok. Dus ik wil het er heel graag nog met u over hebben straks. Maar als eerste vroeg ik mij af, 2017 is niet alleen het jaar dat er verkiezingen zijn in Nederland, maar ook in andere grote westerse landen, denk aan Duitsland en Frankrijk. Zou 2017 het jaar kunnen zijn van de grote omwenteling? Gaan wij de kant op als Europa, de kant op van Amerika met Trump? Dat zou kunnen, maar omdat iedereen het denkt dat het gaat gebeuren, is er een redelijke reden om te denken dat het niet gaat gebeuren. Je moet daar enorm mee uitkijken met wat iedereen denkt en wat volkomen vanzelfsprekend is. Nou ja, denkt u aan Hillary in dit verband. God, die ook in Oostenrijk, hè, die FPÖ-man, die ging dik winnen, dat wist iedereen zeker. En toen won Van der Bellen dikker dan hij de eerste keer al gewonnen had. Want dat was gewoon flauwekul, die rechtszaak die ze daar gevoerd hebben. Dus ja, Beppe Grillo heeft tot ieder stomme verwondering eergisteren gezegd dat hij toch eigenlijk voor Europa is. En zich aangemeld bij de liberale fractie in het Europarlement. Die hem niet hebben wou, maar goed, het was natuurlijk een hele wonderlijke ontwikkeling, omdat we net allemaal jarenlang hadden gehoord dat Beppe Grillo een enorm gevaar was voor de euro en de Italiaanse positie in de euro en de Unie. Dus ja, het kan ook anders lopen. En dan nog, u gaat er dan vanuit dat de betrokkenen, als ze worden gekozen, dus dat zou Marine Le Pen moeten zijn. En ja, kijk, in Duitsland kunnen we voorspellen, dank u wel. Duitsland kunnen we voorspellen. Dat gaat, hoe heet ze, de CDU zal wel zeker een aantal zetels verliezen. Maar Merkel wordt ongetwijfeld de nieuwe bondskanselier. Daar bestaat eigenlijk weinig twijfel over. Ik denk dat de CDU toch vrij goed zal scoren. In ieder geval de grootste partij zal blijven. De SPD zal zonder grote problemen opnieuw een coalitie willen vormen. Dus over Duitsland maak ik me niet zo verschrikkelijk veel zorgen. Het is sowieso al eigenaardig dat Duitsland in toenemende mate de stabiele spil van Europa is geworden. Hè? Terwijl we hebben de Europese Unie omdat we doodsbang waren voor Duitsland. Althans, Frankrijk was doodsbang voor Duitsland en dacht, we moeten Duitsland inkapselen. Hè? Zoals Gulliver met allemaal van die draadjes moet je Duitsland
Duitsland. Want voordat je het weet beginnen die Duitsers weer te kloten. Hè. En nu las ik het 2 jaar geleden al in de krant, in de deftige krant van Duitsland moet leiding geven aan Europa. Dus ik dacht, god, dat hebben ze 2 keer geprobeerd en dat wouden we niet. En nu moeten ze ineens wel doen. Hè. Dus laten we dat afwachten. Maar laten we nou eens het scenario wat nog maar helemaal de vraag is of Marine Le Pen gaat winnen. Want die Fillon die is aardsconservatief en die zou de conservatieve stem best. En dat zijn natuurlijk, dat zal in 2 rondes gaan. We moeten even afwachten hoe dat gaat lopen. Maar gesteld Marine Le Pen wordt daadwerkelijk president van Frankrijk, dan denkt u misschien, dan haalt ze Frankrijk uit de Unie. Want ze heeft gezegd dat ze dat zou doen. Maar dat gaat ze helemaal niet doen. Want dat is toch wat in alle enorme belangrijke maatschappelijke tegenkrachten gemobiliseerd worden. We hebben nu Brexit gehad. En de Brexit was eigenlijk alleen überhaupt, als die al mogelijk zal blijken te zijn, want dat moeten we nog even afwachten. Maar Engeland was geen euroland. Maar Frankrijk is een euroland. En Frankrijk is enorm complex verweven, hoort tot de oprichters van de Unie. Frankrijk kan helemaal niet uit de Unie. Als Frankrijk daadwerkelijk zou besluiten de Unie te verlaten, dan is het ook klaar met de Unie. Dan krijgen we denk ik toch 2 soorten van Unies en dan durf ik niet te voorspellen hoe dat gaat lopen. Maar het idee, het is een beetje hetzelfde idee dat Geert de grootste partij wordt en dan in Nederland gaat regeren. Moeten we het zo even over hebben. Dat gaat helemaal niet gebeuren. Ja, daar gaan we het over hebben zeker. Ja, daar gaan we het er even over hebben. Maar dan heb ik het vast aangekondigd. Hè. Kan iedereen die niks met Geert heeft vast naar de wc. Maar zou Geert, gesteld dat hij de baas zou zijn in Nederland, Nederland uit de Unie halen? Nee, natuurlijk. Misschien moet u gewoon eens bellen met het VNO en wat het Nederlandse bedrijfsleven van dergelijk soort van ideeën vindt. Het is een volkomen krankzinnig idee. Dat weet Geert eigenlijk ook wel. Maar ja, Geert is ook helemaal geen partij. Geert is een eenmans protestbeweging. Zo kun je het beste. Of lopen we nu een beetje op de vragen vooruit? Klein beetje. Dus de kans dat de populisten ook. Kijk, wat de populisten van ze moeten hopen is eigenlijk dat ze geen regeringsverantwoordelijkheid krijgen. Want dan moeten ze met de billen bloot. En dan blijkt natuurlijk in no time dat al die gekkigheid waar ze het over hebben, dat helemaal niet gerealiseerd kan worden zonder de wereld te gronden te richten. Dat kan natuurlijk. Als ze zeggen, oké, er moet gewoon 1 grote kladderadats komen. Dat zou kunnen. Nou, we komen er zo op terug. Hoop ik net dood te zijn. We hebben nog wat vragen over de Tweede Kamerverkiezingen, waar we eerst naartoe waren. Over 2 maanden zal het kabinet Samson-Rutte zijn periode af hebben gerond. Hoe vindt u dat het kabinet het heeft gedaan de afgelopen 4 jaar? Niet zo geweldig goed. En dat betreft eigenlijk hervormingen op een aantal punten in het zorgsysteem waren zonder meer noodzakelijk. Omdat dat eigenlijk leidde tot fraude op grote schaal. U kunt denken aan het PGB. Maar de uitvoering, omdat tegelijkertijd is het van het nationale niveau, is de WMO naar het gemeentelijke niveau gehaald. Dat was eigenlijk een idee van het CDA, maar dat hebben ze overgenomen. En daar is bovendien ongeveer 30% uit het budget gehaald. En het is te snel gedaan, het is onzorgvuldig gedaan. En dat heeft tot alle mogelijke incidenten geleid. Als iemand die de krant niet goed leest en die ongeveer mijn leeftijd heeft, denkt van nou, dat ziet er zorgelijk uit. Wat gaat er gebeuren als ik slecht naar been word? En ja, denk aan dat gelul van Schippers met nog meer, mantelzorg en zo. Nederland is al een geweldig mantelzorgland. Hoe moet dat nou? Dan heb ik wel begrip voor die bejaarden. En wat gaan die bejaarden doen? Die gaan allemaal op die dat minkukel van Henk Krol stemmen. Hè? Dat is eigenlijk diep tragisch. Maar dat komt omdat dit kabinet zelf de oorzaak is van het creëren van onrust in de zorgsector. Die misschien niet zo erg is als veel mensen denken, maar ze hebben het zeer onzorgvuldig en veel te snel gedaan. Dat is punt 1. Punt 2 is die bezuinigingsmanie. Dat is echt onzin. Nederland is in financieel opzicht ook op de lange termijn een door en door betrouwbaar land. De Nederlandse op dit kabinet is bij aantreden direct scherp gaan bezuinigen. Dat hadden ze gewoon niet moeten doen. En dan zouden we, ze hebben in feite ons nog eens een keer 2 crisisjaren aanbezuinigd, om het zo maar te zeggen. Wat hadden ze dan moeten doen?
flink geld uitgeven. Moeten ze nu ook doen. He, dat gelul van Dijsselbloem, dat het trots is dat het nu dat de staatsschuld 60% van bruto product is. Dat is flauwekul. Hij moet er gewoon. Hij moet nog eens een keer 10% erbij optellen. He. Het geld kost niks. Draghi produceert voortdurend geld. Het kost niks. We kunnen dat in infrastructuur steken, in onderwijs, in alle mogelijke dingen. Ik zag trouwens, heeft u dat interview met Bussemaker gezien gisteren? Nee. Ja, dan zijn ze bijna klaar met regeren, krijgen ze pas verstandige ideeën. Ja. Denkt u dat het komt door het slechte kabinet dat er heel veel kleine partijen op zijn gekomen, voornamelijk rechts? Nee, dat denk ik niet. Dat hangt samen met heel breed vertakte, Europa-wijde populistische onrust onder de kiezers. Want wat je ziet, dit zijn allemaal lui die denken, gut, dat kunnen we ook. En je hebt een lollig inkomen als Tweede Kamerlid en je krijgt maar gratis telefoneren en maar gratis eerste klas reizen en ik weet het allemaal niet. Het is een heel fijn bestaantje. Hè. En als backbencher zit je daar gewoon een beetje de backbench. En bovendien zijn natuurlijk een vrij al. Ik weet niet wie van u gaat op Jan Roos stemmen. Dan moet u toch eigenlijk psychiatrische hulp. Kunt u beter doen. Ik geloof dat u de eerste paar bezoeken krijgt u gratis in de zorg. Dus idem dito Thierry Baudet. Hè. Want het interessante is dat deze drie lui dat malotige referendum hadden georganiseerd. Hè, dat volkomen ondemocratische, halfgare, antiparlementaire referendum. En dat ze dus zo'n ruzie nu hebben gekregen dat ze drie verschillen, want er is er nog één. Hè, dat is die man die wil zo'n kastje thuis. Hè, hoe heet die? Dijkgraaf heet die toch? Jan Dijkgraaf. Ja, iemand had hem gezien op televisie. Dat is de minst charismatische politicus die ik ooit gezien heb. En ik heb even gekeken en dat klopt in grote trekken. Dat klopt. Klopt werkelijk. Ja, het is allemaal van een gekkigheid. Ik zou zeggen, stemt u op een serieuze, normale partij met een normaal programma en een normale politieke leiding, maar ga niet voor dit stiek die krankzinnige. Dat moet u niet doen gewoon. Wie van u is trouwens, bent u allemaal al stemgerechtigd of niet? Oké. Wie is nog niet stemgerechtigd? Oké. Nou ja, heeft u even geluk, kunt u dit overslaan en wie weet is het over 4 jaar beter. Hè? Ja, normale partij, u had het er net al over, ja. U had het over de PVV en Geert Wilders. Dat is momenteel de grootste partij in Nederland. Hoe komt dat volgens u? Wacht even, volgens het is geen partij, het is een stichting met één lid en dat is Geert zelf. Het is geen partij, want Geert wil geen partij, want dan is hij bang dat hij de greep op zijn beweging verliest. Hè? Formeel zijn er twee leden. Hè? Ja, tweede. Maar hij is zelf die tweede lid ook. Ja. Waarom hebben jullie het achterlijke portret van mij daar geprojecteerd? Maar ja, goed. Het feit blijft wel dat heel veel mensen zijn standpunten steunen. En van waar komt die steun uit de maatschappij? Ik weet niet of die kiezers op Geert daadwerkelijk zijn standpunten steunen. Want u weet, zijn programma bestond uit een A4'tje. Waar niets dan onzin op stond. Bijvoorbeeld dat je door de-islamisering 7,5 miljard euro zou kunnen verdienen. Dat zijn die Korans die ze dan thuis op gaan halen bij die mensen. En die worden verkocht aan het buitenland. En dat schijnt miljarden op te brengen, die Korans. Dat is ongelooflijk. Er worden ook speciale vrachtauto's voor uitgerust voor Korans die over heel Europa. Nou ja. Het is allemaal te gek voor woorden. Als u naar het programma kijkt, zult u zien dat een groot deel ervan strijdig is met onze grondwet. De kans dat hij de grondwet zal kunnen veranderen, die is 0,0. Ook terecht natuurlijk. En voor de rest is het onzin, namelijk dat we uit de EU moeten. En nog grotere onzin is dat we terug naar de gulden moeten. Dat is zo volkomen infantiel en krankzinnig. Zijn veel van zijn kiezers niet de snuggersten. Ik druk mij hier zeer terughoudend uit. Dat is punt 1. En punt 2, zijn kiezers helemaal niet bijster geïnteresseerd in zijn programma, voor zover je dat zo kunt noemen. Zijn kiezers zijn protesterende kiezers. De stem op Geert is een proteststem. De stem op Geert is dit.
Fuck you. Dat is de stem op Geert. Het is helemaal niet een rationele aangelegenheid. Het is niet zo dat die mensen thuis denken, ja, we hebben die programma's eens vergeleken, maar dat programma van Geert, dat is toch ijzersterk met die Korans en zo. Die moet inderdaad eens opgehaald worden. Ja, we gaan Geert... Nee, zo werkt dat natuurlijk totaal niet. Hij heeft ook gezegd dat Geert Wilders in ieder geval zijn blik op de werkelijkheid verloren is. Dat heeft u ooit gezegd. Waarom vindt u dat dan precies? Nou, dat weten we niet zeker, want ik heb ongetwijfeld ook bij die gelegenheid gezegd, er zijn twee mogelijkheden. Ja. Mogelijkheid één is, hij gelooft die onzin die hij zelf uitkraamt. Dan is die gek. Of althans heeft alle contact met de werkelijkheid verloren. Ja. Maar het is ook best mogelijk dat hij ook wel weet dat het allemaal volstrekt onzin is, maar dat hij natuurlijk, ja, hij is voortdurend in het zicht van de camera's, hij is een prominente figuur en hij is natuurlijk tegelijkertijd denk ik ook het tragische slachtoffer van zijn eigen positie. Want wat moet hij in godsnaam doen als hij er genoeg van heeft? Dan moet hij emigreren naar Patagonië of zo. Want hij zal overal met die bewakersproblematiek te maken krijgen. De kans dat hij zijn programma realiseert is nul. Het is een hel verlichte doodlopende steeg waarin hij zich bevindt, politiek gezien. Ja, en is het dan ook zo dat dat wat hij vertelt, zou hij geloven, want dat was ook iets waar u tussen twijfelde, las ik, of hij gelooft wat hij zegt? Ja, wat ik net zei. Ja. Alleen als hij het niet gelooft, waarom, wat zou dan zijn beweegreden kunnen zijn om zich zo te profileren in de politiek? Ik denk dat hij met al die gekkigheid niet zo extreem begonnen is, maar dat hij geleidelijk aan zichzelf, als het ware, buiten het normale railsysteem gemanoeuvreerd heeft van de politiek. Hij was een hele rechtse VVD'er. Hij heeft jarenlang voor de VVD in de Tweede Kamer gezeten. Hij heeft ooit voor de euro gestemd en allerlei andere dingen waar hij nu valikant tegen is. Er is zelfs een alleraardig filmpje wat u zo op internet kunt vinden, waar die haar fijn uitlegt dat je die moslims niet moet discrimineren, want dat er maar een heel klein radicaal stukje is en dat verdienen is. Nou ja, dat je zegt, het is de redelijkheid zelf, niet waar? Deze HAVO-scholier uit Venlo. Maar hij is steeds radicaler geworden, deels omdat de boodschap, met name de xenofobische boodschap, door andere partijen deels is overgenomen. Dus moest hij radicaler zijn. En nu is hij denk ik op een punt gekomen waar hij eigenlijk geen kant op kan, politiek gesproken. Hij kan wel de grootste worden, maar de vraag is wat voor effect dat uiteindelijk zal hebben. Niet zo'n groot effect, want dat moet wel gezegd worden. Zijn optreden, maar zijn optreden was natuurlijk volledig geënt op het optreden van Pim Fortuyn. Kijk, Pim Fortuyn was een soort komeetachtig fenomeen in de Nederlandse politiek. Een typisch voorbeeld naar mijn idee van een media-hype. Maar goed, die is doodgeschoten. Wat dat betreft had hij er beter niet aan kunnen beginnen natuurlijk. En toen hebben heel veel mensen gedacht, verrek, dat kunnen wij ook. Wij kunnen ook op zo'n populistische boodschap formuleren. Nou, we hebben Rita Verdonk gehad en we hebben natuurlijk Geert Wilders gehad. En we hebben Peter R. de Vries gehad. Als u dat nog, die komische scènes nog herinnert. Dat hij zo'n stellingen ging timmeren op de deur van de Tweede Kamer. Toen kwam er een agent die zei, u mag geen spijker in die deur slaan. Hè? Ja, stond hij daar met zijn stellingen. Bovendien zei Peter R. de Vries, hij moest al zo bij voorbaat geloof ik de steun hebben van ruim 40% van de bevolking om het te gaan doen. Dat vond ik wel lollig eerlijk gezegd. Maar 40% van de bevolking zei, laat die maar boeven gaan vangen. Dat kan niet. Maar politiek, het is ook jammer, ja, u had eigenlijk die website, misschien dat die er nog is. Dat was ook van een treurigheid. Ook over strak gezag wat er moest zijn en maar dat soort van praatjes. Overigens, het SCP heeft laatst een rapportje gepubliceerd. Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking zou wel een krachtige leider willen. Ik zeg het maar even. Hè. Is dat... Die van u wil een krachtige leider. Heeft u hier op school een krachtige leider? Is dat ook niet de reden dat zo'n populistische partij, want u vindt dat populistische partijen zo groot kunnen worden? Omdat mensen op zoek zijn naar een krachtige leider. Er is veel ontevredenheid. Nee, laten we daar heel simpel over zijn. De opkomst van de populistische partijen, wherever, heeft altijd precies dezelfde oorzaak als immigratie. Angst voor de vreemdelingen, haat voor de vreemdelingen, hoe je het precies wil noemen. Maar de wortel van deze hele zaak is omvangrijke immigratie in de diverse westerse landen vanaf de jaren 60. Maar is die angst niet terecht? Want er zijn natuurlijk wel problemen in de samenleving die daar direct mee te maken hebben.
zonder meer, maar niet zo groot als zij zeggen dat ze zijn. Je hebt natuurlijk lokaal kan omvangrijke immigratie aanzienlijke problemen veroorzaken natuurlijk, omdat die mensen andere gewoontes hebben, er anders uitzien en naar een moskee willen en dan gaan ze maar door. Maar als geheel natuurlijk heeft de Nederlandse samenleving last elke dag van, behalve lokaal dus, van immigranten. Ik zou zeggen niet. Althans, ik heb er geen last van. Maar ja, andere mensen misschien in de samenleving wel. En dat kan een reden zijn om op zo'n partij ja, te stemmen. Ja, maar goed, als er geen immigranten zijn, heb je last van andere mensen. Hè? Vroeger in mijn jeugd had je de asociale. Die woonden bij ons in het rode dorp. Die sloopten hun huis om het hout in de kachel te branden 's winters. Daar werd ook schande van gesproken. Van mijn ouders mocht ik daar niet komen. Dat was gevaarlijk. Hè? Dus ja, kijk, outsider groepen heb je altijd. Op zichzelf zouden we er veel verstandiger aan doen om gereguleerde immigratie mogelijk te maken. Met een beetje een test van of je of wat aan ze hebt. Als de Duitsers hun arbeidende bevolking op peil willen houden in de komende 20 jaar hebben ze iets meer dan 1 miljoen immigranten per jaar nodig om dat te doen. Omdat die Duitsers die planten zich niet voort. En dat is ook het probleem met de Nederlandse autochtonen. In plaats van hier naar mij te zitten luisteren, moet u allemaal als een scheet naar huis om aan de slag te gaan voor het nageslacht. Hè? U bent allemaal bijna allemaal nog vruchtbaar. Of u weet nog niet dat u het niet bent, maar in ieder geval moet u het wel gaan proberen. Hè? Maar u weet, Nederlandse relaties krijgen 1,7 kind per relatie. Nou, dat is echt veel en veel te weinig. Je hebt 2,2 nodig voor vervanging. Laat staan om er nog eens wat aan te trekken. Maar u vindt de angst rondom immigratie vindt u dus eigenlijk behoorlijk onterecht? Nou, die wordt enorm opgejut. Vooral omdat de populistische partijen er alle belang bij hebben om de zaken op te jutten en erger te maken dan ze zijn. Laat ik daarvan een praktisch voorbeeld geven. Het verhaal was dat wij in 2015 zouden wij 58.000 immigranten in Nederland moeten opvangen. En volgens de ambtelijke werkgroepen zouden er het jaar daarna, 2016, 67.000 immigranten komen. En ondertussen zijn er in 2015, blijkt nu uit de tellingen, 32.000 gekomen. Van een deel trouwens terug moeten dat het geen serieuze immigranten zijn. En dit jaar zijn het, weet ik veel, 12.000 of zo geweest. Voornamelijk gezinshereniging. Het gekke is dat je leest wel die angstgetallen, lees je allemaal in de krant. Daar zijn ze altijd hartstikke dik mee. Maar dat het totaal anders gelopen is in de werkelijkheid, dat lees je veel minder in de krant. Daar moet je echt voor opletten. Moet je doorbladeren en achter het voetbal gaan zoeken en zo. Om te kijken of het er misschien in staat. En dan kom je dus bij de rol van de media uit eigenlijk. Ook deels. Nou, de media spelen natuurlijk in de bankmakerij een niet onbelangrijke rol. En dat komt omdat de media leiden aan... Kijk, goed nieuws is geen nieuws. Dat zult u hier toch ook bij de eerste les op deze school geleerd hebben. Niemand is geïnteresseerd in goed nieuws. Ik kan u bijvoorbeeld vertellen, Nederland is verhoudingsgewijs een uitstekend functionerend en goed georganiseerd land. Wat bovendien tot de 3 rijkste landen van de Europese Unie hoort. Maar hoor je dat vanavond zeggen, gaat hoe heet ze dat, Annegien, dat vanavond zeggen helemaal niet. Dan wordt ze meteen ontslagen. Hè? Als daarvoor dat Annegien zei, god, dames en heren, ik heb nou weer allemaal wel lullige berichtjes. Ik heb rechtjes in me in. Ik woon hartstikke leuk in Utrecht. Ik heb hele leuke kinderen. Ik heb een schat van een man. Alles gaat goed. Maar vindt u dan dat de media maar niet moet berichten over aanslagen die gebeuren of de hoeveelheid vluchtelingen die komt? Want mensen willen het wel weten. Nou, ik zal u daar een praktisch voorbeeld van geven. U herinnert zich nog al die verschrikkelijke bijeenkomsten, Steenbergen, Geldermalsen, Woerden enzovoort, hè, waar het journaal brede aandacht elke dag de opening van het journaal maakt. U, de best toekeken televisieuitzending in Nederland, althans op gemiddelde basis. En uiteindelijk heeft iemand bij de redactie gezegd, laten we nou eens kijken waar de opvang van de immigranten helemaal geen problemen heeft veroorzaakt. En toen lieten ze eerst zien waar het probleem had veroorzaakt. Daar hadden ze gele lichtjes voor op de kaart. En toen hadden ze de plekken waar het helemaal geen probleem mee veroorzaakt. Dat waren groene lichtjes op de kaart. Die in een overweldigende meerderheid op die kaart stond. He? Dus als je niet op had gelet, zoals de meeste mensen, die letten helemaal niet op en die kijken alleen maar naar noodberichten en zo, moord en doodslag, dat vinden ze interessant. Of natuurlijk of Wesley Snijder een tatoeage erbij heeft laten zetten, dat type van wereldnieuws, zal ik nou maar even zeggen. En dit was vrij onthullend. In Amsterdam
waren zoveel vrijwilligers om de immigranten te helpen dat er meer vrijwilligers waren dan immigranten. En de vrijwilligers moesten diep teleurgesteld naar huis zonder immigrant. Hè? Ja, het zijn me overkomen. Het zijn natuurlijk niet alleen de gewone media die deze berichten naar buiten sturen, maar het wordt nu ook heel erg versterkt door social media. Hoe gevaarlijk vindt u dit? Nou, de social media heb ik altijd als een vrij ongelukkige en infantiele aangelegenheid gezien. Iedereen die wel eens op Twitter heeft gekeken weet dat dat een open riool is voor psychiatrische patiënten. Maar toch maakt iedereen er gebruik van. Ik zou zelf zeggen, als ik een bedrijf had en iemand zou solliciteren, zou ik even kijken of die Twitteraar was. Dan zou ik hem al onder op de stapel leggen. En bovendien, als die meer dan 100.000 tweets had verstuurd in de afgelopen jaren, dan zou ik zeggen, die nemen we niet aan. Want die heeft helemaal geen tijd om bij ons behoorlijk door te werken. Die moet de hele dag tweeten. Hè? Of twitteren, of weet ik hoe het precies heet. En ja, het is gewoon een... Kijk, als je 140 tekens tot je beschikking hebt, dan kun je dus alleen maar schelden. En dat is wat Twitter is. Twitter stond vorig jaar te koop voor $16,5 miljard. En het is niet verkocht. Niemand wou het hebben, juist omdat het zo'n enorm slechte reputatie heeft. Ja, Facebook, dat doe ik eigenlijk... Ik twitter zogenaamd, maar dat doet een stagiair. En ik heb ook een Facebookpagina. En dat wordt door twee stagiairs gedaan. Nee, ik lees dat ook nooit. Want ik kan mijn eigen Facebookpagina niet openen. Ik weet ook niet hoe dat komt, maar voor mij is die gesloten. Er staan misschien de gekste dingen op. Het zou best kunnen, dat weet ik niet. Maar goed, wie wil er nou een Facebookpagina hebben? Ik bedoel, dan moet je toch wel... Ik wil heel even met u terug eigenlijk in de tijd. Want we hebben dat portret van u... op de achtergrond staan, maar dat is eigenlijk een video. Daar wil ik even terug naartoe gaan. Ja, zet hem aan. Maar wat vindt u dan van de analyse die op dit moment ook opgeld doet, dat er nu een nieuw tijdperk begint, waarin het gevaar dus niet meer het Oostblok is of een andere staat, maar waarin het gevaar het terrorisme is. De oorlog met terroristen. Ik sta zeer achterdochtig ten opzichte van observatie dat er juist vandaag, gisteren, deze week nog een nieuw tijdperk is begonnen. Want dat tijdperk hebben we al een hele tijd. Namelijk dat terroristische aanslagen altijd en overal mogelijk zijn. Met name wanneer er sprake is van suïcidale uitvoerenden. Want dan kun je je van alles en nog wat permitteren. Maar goed, er wordt nu ook een feit... beetje gedaan alsof dit de eerste terroristische aanslag is. Maar dat is de schaal is enorm en de effecten zijn enorm. Maar we hebben natuurlijk reeksen van terroristische aanslagen. Wij houden erg van relativeren, maar het begint ons nu te erg te worden, geloof ik. Want kijk, het is toch zo dat ook bij vliegtuigkapingen... U wilt een nieuw tijdperk laten beginnen. Nou, dat is begonnen, want vliegtuigkapingen in de jaren 80, 70, 80... die hadden ook vrij snel navolging overal over de wereld bij andere groeperingen. Die vonden dat wel een aantrekkelijke manier om hun eisen... voor elkaar te krijgen. U denkt dat dit een sterke voorbeeldfunctie zal hebben? Dat zou kunnen. Nou, blijkbaar zijn er fanatici genoeg in de wereld. Dat sluit ik niet, hè. Dan krijg je nog vandaag in Rotterdam langs een gebouw waarbij je kijkt omhoog naar zo'n glazen toren en je ziet het vliegtuig erin knallen. Nou, dit was 15 jaar geleden. Ja. En hoe kijkt u daar nu op terug, die uitspraken die u toen deed? Ik moet zeggen dat ik weer verrast was door mijn eigen verstandigheid. Omdat natuurlijk dit, het is wel lollig om te vertellen misschien, maar iemand bij de NRC had het gouden idee om eens op te tellen hoeveel terroristische aanslagen en doden er waren gevallen in de afgelopen 30 jaar. Dat we zeggen de 15 jaar voor 9/11 en de 15 jaar na 9/11. En wat denkt u? Het aantal aanslagen in die eerste 15-jarige periode was veel groter. Er waren veel meer doden dan in de tweede 15 jaar. Wat is er veranderd? Het veranderd is dat het gekoppeld is geraakt aan de islam. Aan de veronderstelde, expansieve, satanische, verschrikkelijke, moordzuchtige islam. En nou ja, u weet hoe dat... Wat las ik gisteren of eergisteren? Ik vond het dol komisch. Het is ook een komisch aspect. Dat in een winkelcentrum in Veenendaal... Niet waar, daar werd iemand zogenaamd herkend als de aanslagpleger in Istanbul. Daarvoor is vervolgens een arrestatieteam gemobiliseerd, niet waar, met de bekende vesten, automatische wapens, de hele Santa Kraam, speciale brillen op. En die hebben die arme man, die vervolgens gewoon een beetje de normale Veenendaler bleek te zijn, met geweld in het winkelcentrum gearresteerd. Ik bedoel, daar ben je toch eigenlijk stapelkrankzinnig geworden. Waarom wacht je niet even tot die man het winkelcentrum verlaten zet van, ben u die man die dat in Istanbul gedaan heeft?
En dan zou hij gewoon in het Nederlands hebben geantwoord, nee, daar heb ik niks mee te maken. Hè? Als hij nou in het Kirgizisch had geantwoord en hij was hard weggelopen, dan had je altijd nog kunnen schieten, toch? Het is allemaal van, en neem je aanslag in Berlijn. Ja, dat is een treurige zaak, hoewel het wel interessant is om te weten dat zo'n moderne truc zichzelf afremt als hij denkt, ik ben in botsing gekomen met. Vandaar dat hij dus na een betrekkelijk klein aantal meters zichzelf heeft afgeremd. Dat vond ik al wel lollig om te lezen, eerlijk gezegd. Dat kan overal ingebouwd worden. En dat we dan typisch media kluitjesvoetbal 10 dagen lang krijgen we. Wist u dat die man die dat gedaan heeft, dat hij in Amsterdam is geweest? Ik sluit niet uit dat hij ook door Tilburg is gewandeld. U heeft misschien verschrikkelijke risico's gelopen. Hij heeft misschien overal gedacht dat hij een aansteller. Kom nou, hou wat een aanstellerij. Kijk nou eens wat uw statistische kans is dat u bij een terroristische aanslag om het leven komt. Die is nul. Straks fietst u op een fiets zonder verlichting door Tilburg. Dat is een heel wat groter risico dan het terroristische risico. Het wordt schromelijk overdreven. Ja, kijk, u relativeerde daar heel veel. Dat doet u nu ook. Dat is niet relativeren. Wat ik zeg is juist. U doet net alsof het een verschrikkelijk gevaar is wat door mij gekleineerd wordt. Dat is helemaal niet waar. Nou, u heeft geen schijn van een bewijs voor uw idee dat ik relativeer. En dat komt omdat u totaal, zoals de meeste mensen, totaal geen verstand van statistiek heeft. Ik zeg niet dat dat zo is, maar op dat moment, 15 jaar geleden, waren er wel heel veel media mensen die boos op u waren. Omdat zij vonden dat u te veel relativeerde. Ja, nee, god, in de media zijn ze voortdurend boos op mij. Dus, dat komt omdat in de media heel veel domme mensen werken. Ja, dat is heel vervelend, maar zo is het. Trouwens, in de meeste werkkringen werken ontzettend veel domme mensen. Dat is overal zo. Als u dat vindt, waarom blijft u dan kranten lezen? Want u bent wel een fervent krantenlezer, zegt u. Omdat je hele goede kranten hebt. Wat ik denk, er zijn tal van kranten waar u hele verstandige dingen kunt lezen. Overigens interessant genoeg, die NRC-redacteur die tellingen had uitgevoerd, die is me op het door twitteraars met geweld bedreigd. He. Zo onwelkom was de boodschap dat de afgelopen 15 jaar vanuit terroristisch perspectief minder gevaarlijk waren dan de 15 jaar daaraan voorafgaand. Is dat niet interessant? He. Daar zie je hoe dwingend vooroordelen kunnen zijn. Maar u heeft het dan ook over goede kranten. De Volkskrant, vindt u dat een goede krant? Nou, dat vind ik nou toevallig een kutkrant, maar... Ik heb, ja, dat komt gewoon omdat ik was daar ooit columnist. Daar wilde ik het over hebben. En toen hebben ze mij eruit geflikkerd vanwege relativeren. Waardoor ik het nu een kutkrant vind. Maar ondertussen... Nou, je bent zelf gestopt, toch? De toenmalige hoofd... Ja, je bent zelf gestopt. Ik mocht nog even doorschrijven. En dan zou ik er, denk ik, aan flikkeren. Ja. Maar meteen op dacht ik bij mezelf, dat ga ik niet doen. Hè. Maar ik moet zeggen, de toenmalige hoofdredacteur is door de heren zo verschrikkelijk gestraft. Dat ik eigenlijk een beetje, hij is burgemeester van Hilversum geworden. Ja, dieper kun je niet zinken, bestuurstechnisch. Dat is zoiets ergs. Hilversum, niet waar. Maar u bent persoonlijk in conflict gekomen toen met de Volkskrant. Als dat conflict er niet was, daarvoor, u werkte daarvoor, vond u het wel een goede krant, neem ik aan. Nee, helemaal niet. Waarom werkte u er op dat moment? Omdat ik het wel leuk vond om een column te schrijven. En het maakt niet uit in welke krant. Dat dwingt je namelijk om elke 2 weken iets te verzinnen en op te schrijven. Maar het maakte dan niet uit dat het in een krant was die volgens u dan van een slechte kwaliteit was? Nou, ik moet u zeggen, ik had geen column. Niemand heeft me ook natuurlijk ooit gevraagd om een column in de Telegraaf te schrijven. Daar heb ik ook wel begrip voor dat ze dat geen leuk idee vonden. Maar ik moet zeggen, ik schrijf een column in Autovisie. En ik was toch licht geschokt toen ik erachter kwam dat die onderdeel zijn van die TMG-groep. De Telegraaf Media Groep. Daar gaat het gelukkig zo slecht mee. Ik heb er vrede mee. Maar ik vond het toch wel even... Maar goed, de Autovisie heeft geen specifieke politieke opvattingen. Dus daar hoef ik me verder niet zo druk over te maken. Maar ik had het leuker gevonden als de NRC het gevraagd had. Maar die hebben het me niet gevraagd. Maar het is heel nuttig om jezelf te dwingen. Het is altijd nuttig. Als u ooit een aanbod krijgt voor een column, doe het. Want u moet uw gedachten verzamelen. U moet elke 2 weken iets coherents kunnen. Of elke week misschien wel. Een dagelijkse column zou ik u niet aanbevelen. Dat is echt. Dat kan eigenlijk niemand. Dat wordt al te slap gelul. Dus dat moet u niet doen. En als u dan, want er zit hier een zaal vol met studenten die later waarschijnlijk de journalistiek ingaan. Als ik geef u daarvoor een halve minuut. Als u dan één tip
mag geven aan deze student of iets mee mag geven voor later, zodat zij een goede journalist worden. Wat is dat dan? Dan moet je niet denken wat je collega's denken. Elke keer als je collega's een diepe verontwaardiging over iets zijn uitgebarsten, dan moet jij zeggen, is dat nou wel zo? Zullen we dat nou eens even controleren? Kloppen die getallen eigenlijk wel? Hoe zit het statistisch in elkaar? Zijn er serieuze bronnen die we over deze materie kunnen raadplegen? En bovenal, check of het al eerder gebeurd is. Want dat is een van de grote problemen van de moderne media. Dat ze eigenlijk denken dat de wereld elke dag opnieuw wordt uitgevonden. De media hebben het geheugen van een garnaal. En dan zeg ik het nog heel positief eigenlijk. Ik kan me nog eens. Mijn tweede televisieuitzending, op zichzelf hoogst interessante programma. Capitool heette dat, in een soort klein huisje werd dat opgenomen. En toen zei die redactie tot mijn stomme verwondering tegen mij, meneer Van Rossum, u moet er wel aan denken, u moet niet meer dan 10 jaar teruggaan in de tijd, want anders begrijpen de mensen totaal niet waar het over gaat. Ik dacht, aha, dat steekt diep hier. Hè? Dat is echt. En dan nog het Capitool, dat was een bloedzicht, dat is een beetje zo'n uitzending als we tegenwoordig Buitenhof. Hè? Dat type van programma. Waar jij kan na een minuut of 10 begint te knikkenbollen en dan wakker wordt met het eindmuziekje. Hè? Volgens mij zijn de 30 seconden zijn volgens mij voorbij. Misschien zijn er vragen vanuit het publiek. Ga ervan uit dat bijna iedereen ongelijk heeft. Dan zit u goed. Nou, dat is een mooie afsluiter. Dank u wel. Als er vragen zijn, kom maar naar voren toe. Ja. Hallo. Ik had een vraag over politiek. Aangezien u heel wat kritiek heeft op de politiek, waar stemt u op? Of stemt u niet? Ik ben lid van de Partij van de Arbeid. Dat ben ik sinds 1967. Ik kreeg laatst zelfs een briefje dat ik recht had op een zilveren speldje. Mits ik het wel zelf kwam ophalen. Moet u zeggen, ik heb het nog niet gedaan. En dit is aanstaande verkiezingen, aanstaande maart. Zat een van, ik heb vaak getwijfeld of ik door moest gaan met PvdA stem. Ik was in 2012 was ik lijstduwer. Daar had ik wel een beetje spijt van eigenlijk, maar goed, dat ben ik dus nu helemaal niet geworden. Ik moet nog eens goed nadenken of ik deze maal opnieuw mijn stem zal uitbrengen op de Partij van de Arbeid. En dat heeft voor een belangrijk gedeelte te maken met het feit dat ik heb geen partij gekozen in Asser Samsom. Ik vond eigenlijk, ze zijn allebei verantwoordelijk voor het kabinetsbeleid, dus wel een beetje kinderachtig om voor de ene of voor de ander te gaan. En ik heb vrij ingrijpend bezwaar tegen dat patriotisme waar Lodewijk Asscher het nu ineens over heeft. Dat is echt populism light. Daar wil ik eigenlijk geen zak mee te maken hebben met dat type van kletspraat. Nederland is een extreem heterogeen land. Er is niet een soort van nationale identiteit die duidelijk omlijnd is. Die is er helemaal niet. Je komt in het zuiden en dan neem Brabant. Hè. We hebben een van onze 12 provincies is puur crimineel. Hè. Terwijl in Drenthe bijvoorbeeld komt criminaliteit niet voor. Ja, oké, dank u. Ja, ik begrijp dat u natuurlijk denkt, nee, hij is gek geworden. Maar ik overdrijf het ook een beetje. Dank voor je. Oké, dank u wel. Hallo, ik heb eigenlijk een meertal vragen. Ik heet Luc trouwens, ik weet niet, handig om me voor te stellen. Heel goed, heel goed. Ik vroeg me af, in hoeverre bent u zelf betrokken bij de maandelijkse opleveren van uw blad? Inhoudelijk. Ik kan wel merken dat u het niet leest. Nee, dat klopt. Ik heb het nog niet gelezen. Ik ben echt nieuwsgierig. Nee, dus dat is een hele gekke vraag eigenlijk. Ja, want ik schrijf in elk nummer toch minstens 3 stukken. Dus als u het gelezen zou hebben, zou u zeggen, goh, wat me vooral opvalt zijn die goede stukken die u zelf in uw blad schrijft. Ja. Okay. En ja, ik ben ook hoofdredacteur, dus ik lees alle stukken. En ik heb ook kritiek op sommige stukken. En die worden dan een beetje veranderd. Jamie, nou, het gaat regenen buiten, ja. Ik had toch een paraplu mee moeten nemen. Ja. Ik ga het lezen. En dan, komt het ja, terug. Dat moet u vooral doen. En u had het net ook in het interview over Geert Wilders. Die eigenlijk twijfelt over zijn eigen... Of je wel achter zijn eigen standpunt staat, dat u daarover twijfelt. Geldt dat ook voor Donald Trump? Denkt u ook dat dat bij hem zo is? Nou, Donald Trump heeft geen specifieke vaste standpunten. Ja. Die heeft het standpunt van de dag. Dat
twittert hij, zoals u weet. Het geeft ook al te denken dat zowel Geert als Trump grote twitteraars zijn. En in feite hun politieke boodschap langs die ongemakkelijke en rare weg verspreiden. Want dan hoef je nooit te argumenteren, want met 150 tekens kun je nooit een argument geven. Je kunt alleen zeggen het is kloten of het is niet kloten. Ja. En dat is het zo'n beetje, want dan zit je aan het eind van je 140 tekens natuurlijk. Dus ik zeg Trump. Mensen vragen me ook voortdurend hoe gaat het lopen met Trump. Ik heb geen idee. Ik denk dat hij zelf ook geen idee heeft. Hij rommelt maar wat aan. Ja. We moeten dat even afwachten. Hij heeft medewerkers aangesteld die deels ideologisch sterk van elkaar verschillen in hun opvattingen. Gaan die ruzie maken of gaat de ene factie winnen of gaat de andere? Ik zou het u niet kunnen vertellen. Het is afwachten geblazen. Afwachten. Oké. Je hebt een heel lijstje. Ik heb nog één vraag. Ja. Jij had in een interview met Sven Kokkelman, bij Oog in Oog, een aantal jaren terug volgens mij, had u het over dat u het, u weet het eigenlijk beter dan de economen in het land, heeft u gezegd. Nou, dan de dominante economen. Al moet ik zeggen, er zijn ook economen waar ik het helemaal mee eens ben. Bijvoorbeeld Koen Teulings. Ik heb eervorige nummer van de maart heb ik Koen Teulings geïnterviewd. En dat heeft toch wel wat ophef veroorzaakt in de landen. Ja. Omdat Koen Teulings ook zegt, van, je moet er flink geld uitgeven. Het is volkomen fout. Die hele bezuinigingspolitiek is, en dat geldt eigenlijk voor alle Noord-Europese landen, die is volkomen onjuist. Lekker geld uitgeven. Want dat trekt in feite ook de kneusjes in het mediterrane gebied, kan dat meetrekken in principe. Kijk, je kunt wel al die audits maken, maar die moet ook aan iemand verkocht worden. Hè? Ja. Dank voor je... Ja. Ja, dat sloeg ik vooral op over dat het zo slecht ging in Nederland. Het ging helemaal niet slecht in Nederland, maar door de bezuiniging werden de crisisproblemen, die werden 2 jaar zonder dringende noodzaak verlengd. Dat was echt nergens goed voor. Ah, ik weet, een historicus het beter. Geldt voor elke elite historicus, zoals u zelf, hè? Juist de betere... juist een historicus wist het beter, want die weet wat er bij de vorige crisis gebeurd is. Ja. En crisis, dat kunt u bij Keynes leren, dat is een kwestie van vraagmanagement. Hè? Waarom is er een crisis? Omdat er te weinig vraag is. Wat moet je dan dus niet doen? De vraag dempen, dat moet je niet doen. Je moet de vraag stimuleren. Ja. Dat is het hele eiereneten. Goed doorgevraagd, maar vanwege het rijtje stel ik voor dat... één vraag per, maximaal 2 per student. Oké. Okay. Nou, eventjes nog iets verdergaand op de vergelijking tussen Wilders en Trump. Want Arno Grunberg die had een weddenschap afgesloten. Van nou, als Trump wint, gaat het toch niet gebeuren. Dan tracteer ik op wodka of wat het ook was. Daar is er van gekomen. En toen zei hij in het hotel waar hij aan Volkskrant lezers, dacht ik, dat aanbood. Zei hij nou, als onze eigen Trump Wilders wint, dan bied ik weer wat aan. Maar dan gaat die vergelijking nou eigenlijk mank? Want wat denkt u daarover? Alle peilingen voorspelden dat Hillary zou winnen en niet Trump. En alle peilingen in Nederland die voorspellen dat Geert de grootste wordt. We hebben een ander politiek systeem, dus het is niet een keuze tussen 2 verschillende personen. Maar ik had zelf €1000 op Hillary gezet en die was ik dus kwijt. Ja. Ja. En een hamburger? Nou, het was niet zo erg, want 2 dagen later kreeg ik een mailtje dat ik was gekozen tot Republikein van het jaar. Oh. En daar was een prijs van €1000 aan verbonden. Ik dacht, de heren staat aan mijn kant. Ja. Maar Wilders, die lijkt dan in zekere zin op Trump? Ik ga geen cent op Wilders zetten, absoluut niet. Nee. Nee. En maar goed, als die er, stel voor Wilders wordt de grootste, wat reëel, een reële mogelijkheid is. Nou ja, dan weet u, kijk, de grootste partij, dat is in Nederland Usance, die mag dan een informatierondje doen. Okay. Dus er wordt een onderzoeker of een informateur wordt er aangesteld. U weet, de koning heeft er niks mee te maken. Dat gaat nu door het parlement gebeuren, vorig jaar ook al. Ja, precies. En dan gaat hij een hele tijd, gaat die man informeren of er iemand met de PVV wil samenwerken. En dat willen ze misschien niet. En sommigen zullen zeggen, nou, onder bepaalde omstandigheden, met name als hij ongeveer 90% van zijn programma opgeeft, dan willen we best met hem samenwerken. Nou, het kan zijn dat hij dat doet. Dat denk ik eerlijk gezegd niet, want dan graaft hij natuurlijk op termijn zijn eigen graf. Dus uiteindelijk krijgen we naar alle waarschijnlijkheid een heel ingewikkeld 4 partijen kabinet onder leiding van, verrassing, Mark Rutte. En dan nog even de enige die in feite zo ongelooflijk snel en vaag kan lullen dat hij al die lui bij elkaar kan houden.
Nou, nog even heel snel. Er is nu heel wat commotie rondom Donald Trump. Want er zou een rapport van hem zijn. Waarin zou staan dat hij al jaren samenwerkt met de Russische overheid. Ook tijdens de campagne. En dat hij mogelijk in zijn tijdens de presidentschap te chanteren is. Omdat hoeren over hem heen zouden plassen en zo. En er een of andere financiële enge dingen in zijn bedrijf rond zouden gaan. Waardoor zijn positie onder druk zou komen te staan. Hoe denkt u daarover? Ik was er niet bij. Nee, maar dat staat wel in een rapport. Ik heb geen idee. Ik begreep eigenlijk dat men vrij algemeen van oordeel is dat deze informatie waarschijnlijk niet juist is. Fake news is, maar dat moeten we afwachten. Dat moet onderzocht worden. Hij heeft zelf gezegd dat het niet waar is. Dat zou al een reden zijn om aan te nemen dat het wel waar is natuurlijk. Aangezien hij zo'n beetje de grootste leugenaar is die ik ooit op dat niveau aan het werk heb gezien. Maar ik weet het niet. Ik ben op het punt van Trump ben ik een ja, het is een eikel. Hij had het nooit moeten worden. Enzovoort, enzovoort. Maar ik kan u er niets verstandigs over zeggen. Okay, het is alsof je met iemand uit een gekkenhuis haalt en dan probeert te voorspellen wat hij zal gaan doen. Ik heb geen idee. Okay, nou, hartstikke bedankt. Ik heb een licht triviale vraag, als dat ook mag. U heeft een behoorlijk duidelijke mening over de politiek. En we hebben het al gezien, u bent redelijk aanwezig ook op de televisie. Dan wil het toeval dat wij volgende week met onze groep een televisieuitzending moeten maken. En dat onze gewenste gast heeft afgezegd. Heeft u iets te doen volgende week donderdag om 13:30? Ongetwijfeld. Dank u wel voor uw tijd. Als u met uw historisch kennis kijkt naar de generatie gastarbeiders en de kinderen daarvan. Denkt u dat in de toekomst zij de Nederlandse cultuur op zich zullen nemen? Of dat er een splitsing gaat gebeuren? Zoals of dat Nederland hun cultuur overneemt, gedeeltelijk? Dat laatste lijkt me niet bijster waarschijnlijk. Behalve misschien in de horeca. Ik denk dat dat integratieproces, dat de moeilijkheid daarvan wel onderschat is. Dat de problemen die dat proces genereert eigenlijk van twee kanten komen. Zowel van de autochtone Nederlanders als van de allochtonen die toch naar mijn idee te sterk in hun eigen leefwereld blijven hangen. En ik zal u daar een praktisch voorbeeld van geven. Ik werd een tijdje geleden uitgenodigd voor een Turkse avond in Utrecht. En nou goed, ik ben daarheen gegaan en eigenlijk was de klacht van de avond dat de integratie, dat ging helemaal niet snel en iedereen vond het eigenlijk gewoon maar Turken en zo. Maar wat mij eigenlijk voornamelijk opviel op die avond, dat het inderdaad zulke ontzettende Turken waren. Ze hadden het alsmaar over Turkije, het mooiste land ter wereld en natuurlijk over die verschrikkelijke Erdogan, die toch een fantastische, ongelooflijke politicus was. Het was overigens nog voor de coup en voor dat gedoe over die Gülen-beweging. En toen dacht ik, ja, dit komt van twee kanten. Als jullie worden geïntegreerd willen worden, om je ophouden met dat gelul over Turkije. Lijkt mij althans. En dat zal niet zo simpel zijn. En dat komt eigenlijk omdat je vroeger, als je een emigrant was in een land, dan liet je je vaderland achter je. Met je taal en je cultuur, de hele zante kraam. En tegenwoordig schroef je een schoteltje op je balkon. En kun je de godganse week kun je naar de Turkse zenders kijken. Eigenlijk zou dat niet moeten, maar dat gebeurt wel. Waardoor die mensen in die wereld kunnen blijven leven. Denkt u dat dat gevaar kan vormen voor de komende generaties? Of wat voor gevaren? Gevaar. Kijk, ik heb altijd gedacht, zodra ze iPhones beginnen te stelen, zijn ze tip-top geïntegreerd eigenlijk. Hè? Zou je kunnen zeggen. Hoezo? Nee, op de lange termijn, je moet dat. Als ik kijk naar de Verenigde Staten, dan zie je eigenlijk dat het integratieproces. We hebben dat in Nederland onderschat. Wij dachten, wij zijn zo'n fijn land, we zijn zo empathisch en tolerant en zo. Dat gaat allemaal vanzelf, in een kwarto is het gepiept. Kijk je naar Amerika, dan zijn het de lastig te integreren groepen. Het waren met name Italianen en Ieren van het platteland. Kijk, de ene immigratiegroep doet het veel beter dan de andere. Bijvoorbeeld veel Joodse immigranten uit Oost-Europa en Rusland. Dat zijn echt voorbeeldige immigranten geweest. Dus die zijn al in meteen de tweede generatie enorm maatschappelijk succesvol. En die doen van alles en nog wat. Maar bijvoorbeeld de Ieren, die hebben er toch
ik denk wel zo'n 3/4 eeuw over gedaan om daadwerkelijk echte Amerikanen te worden. En niet voortdurend op St. Patrick's Day rond te rennen met zo'n groen klaverblaadje. Hè? Dat zal ik maar zeggen. Dus ja, het probleem is er wel. Maar je moet het tijd geven. Kijk, als je de tijd geeft, dan ben ik ervan overtuigd dat de integratie tenslotte volledig zal slagen. Oké, denkt u dan ook dat als net als Indonesische mensen het uiteindelijk hartstikke normaal wordt om buitenlands te zijn in Nederland in de toekomst? Of buitenlandse roots te hebben, dan ben je niet meer buitenlands. Het voordeel van die Indonesische repatrianten, waar daar hebben we het eigenlijk over, zo'n 300.000 in de jaren 50 was, dat ze Nederlands spraken, dat is punt 1. Hun nadeel was dat ze bruin waren, dus dat betekent dat ze herkenbaar zijn op straat. Want we hebben natuurlijk in Nederland 2 totaal verschillende groepen van allochtonen. Ik geloof dat ze het nu gaan opheffen, maar je hebt westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen. En eigenlijk wordt daarmee bedoeld, je hebt allochtonen waarvan je meteen op straat denkt, hé, die is niet in Tilburg geboren. Hè? Wat ook een zegen is in allerlei opzichten, maar goed. En je hebt mensen die niet als zodanig herkenbaar zijn. Dus zodra die behoorlijk Nederlands kennen dan. En aangezien ook heel veel Nederlanders geen behoorlijk Nederlands kennen, valt dat niet zo op. In principe. Dus je moet al dat onderscheid moet je aan maken. Maar ik maak me op lange termijn geen zorgen. Nee. Okay. En daar denk ik toch dat Amerika een goed voorbeeld is waaraan je ziet dat geef het tijd. Hè. Je moet ook niet al te ongeduldig zijn. Hè. Ik weet niet, als ik terecht zou komen in een Turkse provinciestad ergens iets ten oosten van Ankara. Dan, even niet in PKK-gebied natuurlijk, maar goed, dan zou ik denk ook toch denken, laat ik vanavond eens naar de Nederlandse televisie kijken. Ik mis Linda de Mol zo. Met het oog op de tijd, dank je. Bedankt voor uw antwoord. Maar ik ben op lange termijn niet pessimistisch. Ben ik toch dood. Goedemiddag. Ik was benieuwd wat u van deze middag vond. Hoe was het om geïnterviewd te worden door journalistiek studenten? Nou, ik moet zeggen, ik vond het wel een fijne, vermakelijke en rustige middag. Ik ben relatief weinig in de reden gevallen. Tal van mensen hebben mij vragen gesteld. Waarop ik door en door verstandige antwoorden heb gegeven. Dus ik hoop dat ik ook, gezien het feit dat u allemaal journalist gaat worden, ook op lange termijn een hele gunstige invloed zal hebben daardoor op het verloop van de Nederlandse samenleving. Dat ik steeds meer, ook als ik wat ouder ben, de krant zal lezen, dat je het niet moet overdrijven. En dat de kans dat je door een terroristische aanval wordt getroffen minimaal is. Ja, Obama zei ooit, dat blijkt juist te zijn, dat je de kans dat je wordt gedood bij een terroristische aanslag is kleiner dan dat je verzuipt in je eigen badkuip. Dan geloof ik dat er heel weinig mensen nog in bad gaan. Wie van u gaat regelmatig in bad? Oh. Gewoon maar zo'n beetje in te liggen eigenlijk. Hè? Want de meeste van u gaan gewoon onder de douche. En daar kun je bijvoorbeeld uitglijden. Hè? Een douche voor bejaarden is levensgevaarlijk. Ik weet niet of u dat wist. U heeft dat probleem nog niet zo. Nee. Maar bejaarden moeten eigenlijk douchen op een krukje. Want als ze uitglijden, breken ze hun heup. En als je in Nederland boven de 75 je heup breekt, ben je in 2 jaar dood. Okay. Het is maar dat u het weet. Dankjewel. Okay. Dank u wel. Naar de laatste vraag. Goedendag. Ik was wel benieuwd als u 1 persoon uit de geschiedenis zou mogen spreken, een goed gesprek zou willen hebben. Met wie zou dat zijn en waarom? Nou, ik ben blij dat ze allemaal dood zijn. In het algemeen voor zover ze... Geen Amerikaanse president bijvoorbeeld, oud-Amerikaanse? Nee, omdat ze natuurlijk daar zo ontzettend veel over geschreven. Er zijn zoveel gedrukte bronnen. Dat ik kan me niet voorstellen dat ik in een gezellig gesprekje met Eisenhower iets zou leren wat ik niet zou weten. Ja, misschien over zijn overspel. Hè, want dat is een bekend probleem. Dat hij het probeerde te doen met zijn chauffeur. Dat hij had een vrouwelijke chauffeur in de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, dan ontwikkelde zich natuurlijk onvermijdelijk de hele dag in zo'n klote auto. Dus ja, je moet wat. Maar toen bleek hij impotent te zijn op het moment suprem. En dat zou ik hem nog wel even willen vragen. Hoe dat nou voelde. Als je opperbevelhebber bent van de geallieerde troepen in Europa. En je wil het met je chauffeur doen. En dat je dan eigenlijk tekort schiet. Dank u wel.
een heel apart einde aan deze sessie qua antwoord. Ik wilde het publiek bedanken voor de aandacht en ook voor de vragen. Ik wilde uiteraard ook Wesley en Nikki bedanken voor jullie vragen. En uiteraard onze gast van vandaag, Maarten van Rossum, als...